Hallo allemaal, welkom terug bij mijn vlogs. Het is weer tijd voor een wedding vlog en ik heb er super veel zin in, want het gaat een vlog zijn over dansen. Bob en ik die gaan een hele fantastische openingsdans doen, maar dat moeten we natuurlijk wel leren, want wij kunnen dat helemaal niet. Dus ik ga jullie meenemen naar de danslessen en wat we doen en hoe het eruit gaat zien. Maar het uiteindelijke resultaat, daar moet je toch nog even op wachten, want dat komt op de bruiloft. Maar ja, goed, als je ons wil zien stuntelen, blijf dan vooral kijken. We zijn aangekomen bij Laco in Zierikzee. Het is nu minder dan 3 maanden tot de bruiloft en dat vind ik best spannend. Light effect. we hebben hier vooral 1 les gehad. Alleen ja, dat vonden we te awkward om te filmen. Dus weet je. Geen soepel. Weet je, mogen we natuurlijk niet op de video laten zien dat we imperfect zijn. Dus we dachten de 2e les gaat wel. Want nu kunnen we een beetje de basic steps. Dus wat vind jij? We kunnen het wel. We'll see. Hey Bob, heb jij geoefend? Ja, Bob, in mijn eentje. In je hoofd? Ja. Dus dat zit er. Nu zag ik er. Dus dan doe je zo overhoofd. Ja, maar dan mooi. Gracie. Nee, nou, 3e les gehad. Ik vond het echt heel leuk. Was het de 3e les? Ja, de 3e pas. Ja. Want we hebben er nu nog 3. Ja. Oké. Okay. En ze zei dat we het snel oppakten, dus... Talent, oh. Oké, nee, maar dat bedoel ik dan niet. Maar goed, het was leuk. We hebben er vertrouwen in. Het is echt super tof. Ja. Bob, hoeveelste les is het? 4? Nee. 5. Volgens mij wel. En vandaag dans je op je dansschoentjes. Of op nette schoenen in ieder geval. Bob, het is onze allerlaatste les. Hoe voel je je erbij? Komt goed. Nee hoor, het stuk wat we tot nu toe hebben gedaan, kunnen we goed. Ja, we zijn echt top. Dus, we zijn echt pro's, het gaat echt goed komen. Deze les gaan we de rest leren. En dan nog 1 les. Om alle puntjes op de i te zetten. En dan gaan we ook eens proberen om gewoon een keer echt te oefenen. Dan ga je gewoon niet alleen zeggen, maar ook doen. Ja. Ik denk dat het heel spectaculair wordt, want ik zie al wat rek- en strikbewegingen. Volgens mij zijn we er klaar voor. Dus ik zou zeggen,